Ik heb de vragenpot weer bij me. En ik ben benieuwd welke vraag ik vandaag ga beantwoorden. Een vraag van Chris. Hoe is het studentenleven in Gouda? Nou Chris, dat is een superleuke vraag. Ik ben zelf nu al 3 jaar lang student, dus ik denk dat ik jou daar alles over kan gaan vertellen. Ga je mee? Hey, ik ben Tim. Ik studeer aan Driester Hogeschool. In de serie Tim zoekt uit ga ik op pad om antwoorden te vinden op al jullie vragen. Om de vraag van Chris goed te kunnen beantwoorden zijn we hier in mijn studentenkamer. Hij is 23 vierkante meter aan woonruimte, waar ook nog 3 vierkante meter bij komt voor het balkon. Zoals dat je ziet heb je een eigen keuken en een eigen badkamer. Nou, zoals dat je ook ziet is mijn kamer een beetje rommelig. Ik vind dat niet zo erg, dus ja, vandaar dat het er een beetje zo uitziet. Hoi Maaike, mogen we eventjes binnenkomen? Ja, kom binnen. Maaike, hoe bevalt het studentenleven jou hier? Ja, super. Ja, het is echt top. Je hebt zeg maar mensen om je heen waarmee je zeg maar gewoon kan socializen. Maar tegelijkertijd heb je helemaal je eigen plekje. Dus als je je deur dicht doet, dan heb je ook je eigen dingen. Ja, super gezellig. Al je vrienden om je heen. Lekker je eigen kamer. Veel luxe. Dus ja, top. Je hebt je eigen dingen. Je hebt een aanrecht, een badkamer, wc. Ik hoop niet dat je daar gaat filmen. Maar de rest van de kamer. Dus ja, het is heerlijk. Hier op de etage doen we bijvoorbeeld 's avonds met elkaar eten. Iedereen kookt voor zichzelf, neemt zijn eigen eten mee. Veel etages hebben regelmatig een etageavond waarbij je met z'n allen bent. Of gewoon even gezellig met elkaar borrelen in de GR. Dus ja, dat is, je bent echt hier altijd met je vrienden. Dat is het vooral. Vooral heel veel gezelligheid dus. Ja, eigenlijk wel. Ja, klopt. Oké, ze zijn nu op de begaande grond van de studentenflat. U bent eigenlijk het aanspreekpunt voor de studenten. En hoeveel kost dat nou om hier te wonen? Het kost €420 bruto. Maar omdat het echt een woning is, krijgen mensen en studenten die niet zo vermogend zijn en die op onze hogeschool studeren, krijgen ze huurtoeslag. Dat betekent dat je voor €320 aan deze woning kan komen. En prachtig natuurlijk, net naast de hogeschool. Nou, dat is helemaal niet veel geld. Waar vind je dat tegenwoordig? Klopt. Maar waar kan ik me nou dan precies inschrijven? Ja, inschrijven gebeurt via onze website. En daar kun je dus alle informatie vinden. De prijzen, ook de situatie voor als je met een andere vriendin of vriend in deze studentenhuisvesting kan wonen. Kun je alle regels vinden en kun je direct inschrijven. Oké, nou, dat klinkt niet moeilijk. Nee, klopt. Nou, zullen wij ons potje afmaken dan? Ja, dat is goed. U was aan zet. Zo, even voor jullie beeldvorming. Daar is de studentenflat en daar is de Driester Hogeschool. Dus 5 minuten voordat de les begint, kom ik pas mijn bed uit en dan ben ik alsnog op tijd. Maar nu heb ik me omgekleed, want ik ga zoiets drinken met vrienden van de studentenvereniging in Gouda. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jullie de mooiste plekjes in Gouda eerst laten zien. Ga je mee? Achter me zie je nog de contouren van de hogeschool. En rechts van mij is het station. Nog geen 5 minuten lopen, 2 minuutjes fietsen. Ideaal. Wat is er nou typisch Gouda? Kaas natuurlijk. Dankjewel. En natuurlijk stroopwafels. Achter mij zie je de Sint-Jan, het boegbeeld van Gouda. Leuk feitje, hij is 123 meter lang en daarmee de langste kerk van Nederland. Een ideale plek om een gouden stroopwafel bij te eten. Hoogste punt van de Sint-Jan is de toren die je achter me ziet, 68 meter hoog. Wat nog meer hoogtepunten zijn, is dat er de diploma-uitreiking en de kerstuitvoering in de Sint-Jan wordt gehouden. Dit is een van de oudste stadhuizen van heel Nederland. En zeg nou eerlijk, het is een plaatje toch? Ik heb met mijn vrienden hier achter op het terras afgesproken om even gezellig iets te gaan drinken. Er zijn 2 studentenverenigingen binnengehouden, namelijk 1 Solidumentum en 2 Sempre Fidelis. En ik raad jullie allemaal aan om ook op een studentenvereniging te komen. Want je hebt echt de tijd van je leven. Santé! Santé!